Hoe zou jij de meeste tickets winnen? Dat was in ieder geval de vraag die wij ons stelden. Luc, Sharony, Ingmar en ik gingen naar een gamehal en het team met de meeste tickets, die wint. Dit is hoe het ging. Wow, waar zijn we dan nu ineens beland? Ja, we zijn zoals je kan zien aan de titel in een spelhal, want we gaan vandaag een epische challenge doen voor jullie. Het is namelijk Ingmar en Barend tegen Sher en Luc. Doe het. Vandaag is het heel simpel. Wat we gaan doen, we hebben de komende tijd om €25 per team te besteden. En de team met de meeste tickets, die wint. Dat zijn natuurlijk wij. Ja. Sher is heel gemeen, want zij heeft hier gewerkt. Dus die kent alle trucjes. Niet alle. Dus het is nu al oneerlijk. Nou ja, Luc, jij gaat van jullie team filmen. Wij gaan ons team filmen. Gaan we beginnen? Ja, kom snel. Ik heb dus een tactiek. Er zijn een paar dingen waar je heel snel heel veel tickets mee krijgt. En dat is Kaulo Jason. Wat is dit? Ja, dat was een tactiek. Wat is dit nou weer? Gaan ze gelijk naar onze maar, nee. Game. Ja, maar. Waar heb ik eigenlijk mijn kaart? Hier heb ik mijn kaart. Ja, je gaat niet de hele tijd dit doen, dat is super oneerlijk. Ben je deze cameraman wel eens? Nee, ik ga niks zeggen. Er zijn bepaalde dingen die je wel of niet moet doen. Ingmar, wat zijn de dingen die je wel moet doen? Nou, geen idee, kom je nooit. Ik zal het uitleggen. Die? Nooit doen om veel tickets. Nooit, gewoon niet. Oké, dan weet 12 seconds later. Ingmar, doe deze één keer. En dan doe ik hem ook één keer. Oh, daar gaat hij. Rad van Fortuin. Winner, winner. 30 tickets. Beter dan 0. Je kan het. Geen kak. Oh, nu gaat hij. What the fuck gebeurt? Nou. Darkness, my old friend. Ah, mijn hoor. Dit was dan. Kijk. Oké, Ingmar, wij gaan even naar andere. Wij gaan gewoon even voor de easy tickets. Doen we een pasje er zo doorheen? Ingmar, succes. Ah, oh, fuck. Slice and dice, my friend. Kijk, gaan we doen. Frenzy. Over het hele beeld, gast. Gebruik je hele arm! Yo! Hoe kan je van 552 halen? Ja, ik denk dat daar gewoon 65 tickets, er 65 erbij. Hoeveel tickets krijgen we? 30 tickets. Boom! 500 tickets erbij! Ik laat hem. Kunnen we hem nog een keer halen? Oh. Tactiek. Jij was... Oh, zo close. Dit zat er niet eens dichtbij. 3.970 punten. Dat hij erin gaat. Maar... Dat is plus 244. Nou, we gaan weer weg hier. Doei! En hebben jullie jackpot gehaald? Jullie hebben twee jackpots gehaald. Alle twee daar. Een Nerf en Monster. Maar niet de Monster. Wat zie ik daar in de ogen? Wat zie ik daar? Haal het weg. Dit is niet meer leuk. Kom, wij gaan dat schieten doen. Ja, ze kan het er goed. Zoek het uit. Maar het kutte is, Sher heeft dus nu een record neergelegd. 500 tickets! Oh nee. Oké, dit gaan we winnen. Dit komt goed. Wij gaan nu deze doen. We hebben niemand die het kan filmen. Dus ik zie het een beetje op een skanky manier, maar ik heb het niet. Ik was zo dichtbij. Dit is kut, hè? Nee, je doet het. Poep en kak. Yeah. We did it. Ik ga het ook weer doen.
Zo. Ja, zo slecht. Wil je dit ook een keertje doen? Ik heb nog niet willen verrekken. Nou, we kunnen een Monster Jackpot van 4K krijgen. Ja, is goed. En die andere moet je in je eentje doen. En als je zeg maar op dat rivier achter komt met die kikkers. Ja. En dat de zombies bij het water zitten en zo. Daar moet je links op letten, maar daar komt wel eens een 5. Oké, okay, twee keer, Imar. Twee ik keer. Ik weet ook niet waar alles komt hoor. Let's go, baby! Maar de Monster Jackpot staat nu op 4K. Oh. Want de bonusbal, let's go. Heb je nog een kans? Pak die Monster Jackpot, Ingmar. Ga maar best. Alleen maar, dat is niks. De bonusbal is niks. Je voegt alleen maar daar een bonusbal toe. En als je hem in de drop bonusbal doet, dan komen we er meer naar. Cher, jij staat ongeveer 1500 tickets voor op ons. Gewoon serieus. Kun je ons één tip geven waar wij een kans maken op een goede jackpot? Ik vind het niet meer eerlijk. Het is niet meer eerlijk. Het is niet eerlijk dit. Dit is niet eerlijk! Beneden, beneden! Ingmar! Ingmar! Nee, je hebt hem net niet! Nee! Je mist 1000 punten. Hello darkness, my old friend. 57 cent. Wij hebben 57 cent. We hebben weinig geld. Ja. Deze, dan kun je op z'n minst op tickets winnen, maar gouden tickets win je helemaal niks. Nee, klopt. Ja, dan moeten we deze. Ikke? Op z'n minst. Nou. 40 tickets erbij. En wij zijn door ons geld. Dus nu even afwachten totdat Barend en ik maar klaar zijn. En dan kijken we de volgende. Kinderen. Niet te zacht, maar. Nee, nee, nee. Ingmar! Ik hoop voor je dat hij zegt dat hij zo zacht was dat je gewoon een goede kans krijgt. Want dat doet hij ook wel eens. Nou. Oh! 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 Let's go! Oh, ben je dan? Hij moet, je moet wel hard, ja. Oh, dit is te hard, denk ik. Dit is te hard. Hij zat het. Nee! Ja. Nee, Ingmar, je was zo dichtbij, gast! Ik moet hem erop leggen. Hé, oh. Hey, we hebben er allemaal 50 cent, hè? Oké, okay, deze, we moeten de Monster Jackpot pakken. Als we nu hier niet de Monster Jackpot pakken, dan winnen we dit niet. Okay, Ingmar! Ik heb net al geluk. Hey, we hebben. Mijn truc was: je hebt die gele stip natuurlijk bij de jackpot. Als die gelijk staat met het hoekje, dan die hoek daar zo naar onder, dan moet je drukken. Oké, jij doet een opwaarderen, ik doe het klikken, ja? Kijk, hoe doe je het snel? Nu druk, ja. It's all up for this one. We zijn weer geschept. Het geld is eraf, maar we hebben geen beurt gekregen. Het is weer gebeurd. Het is weer gebeurd. Maar. Wat? Mag jou niet meer. Ze zeggen wel dat ze allemaal de leukste is van de Efteling video. Nee, ik ben het hier niet mee eens. Jij bent een cheater en jij wist het al vanaf het begin. En jij ook. Jij kwam met dit idee, want jij wist dat je ging winnen. We zijn dus gewoon gescampt door de machine. Nou, laat maar zien hoeveel punten jullie hebben op de pas. Ja, ook ons geld is nu op. En ik denk dat ik wel weet wie er heeft gewonnen. We gaan eerst kijken naar die van mij. Ik had in beeld, zie je nu hoeveel punten ik eerst had. En nu gaan we kijken hoeveel ik er nu heb. 4000! Yeah! Wij hebben ongeveer iets van 1300 punten gepakt, denk ik. En nu is het aan jullie. Ja. Hoeveel punten? Oh nee! Ze hebben echt zo dik van ons gewonnen. 2355 punten.
gefeliciteerd. Luc, jij hebt letterlijk niks gedaan. Sherry die heeft al jullie punten gepakt. Fuck jou, jij hoort niet eens bij dit team. Sherry, jij hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Sherry. Ingmar, wat wil jij zeggen? Nee, van mij, ik ben verloren. Ik denk dat ik net zo goed mijn kapje op kan doen. Weg kan lachen. Nou, doe maar dan. Yeah. Hello darkness, my old friend. Shout out Ingmar Mol. Luc, wat wil jij nog zeggen? Kom, we gaan met z'n allen nog even slaan op dat ding. Oké. Dan doe. Goed, dankjewel. Ik wil nog even zeggen, ik hoop dat je deze video leuk vond. Ik vond het super leuk dat jullie hebben gekeken. Helaas heb ik verloren, maar er komt een rematch. Althans, als jullie het leuk vinden. Dankjewel voor het kijken. Zoals ik altijd zeg, like, abonneer, reageer. En Ingmar kijkt niet mijn hele video's af. Later!